ben bezig met het organiseren van Kika, Schaats voor Kika. En dat, waar ga je dat doen? Wij gaan met 60 mensen, deelnemers, naar de Waaijzerzee in Oostenrijk. Het lijkt me beter dat je het daar doet dan hier, want hier is het alleen maar water. En ik denk dat daar ijs genoeg is, hè? Ja, de Waaijzerzee is nagenoeg gegarandeerd elk jaar. Is rond half december dan vriest daar het meer helemaal vol, of dicht. Nou, en dan is dan ook eigenlijk, in plaats van de alternatieve Elfstedentocht, die daar jaarlijks wordt gehouden, is er nu een nieuwe onderdeel bijgekomen. En dat is een week voor de alternatieve, wordt dan Schaats voor Kika georganiseerd. En je hebt heel wat inzamelingsacties gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, alle deelnemers die hebben zichzelf eigenlijk ertoe verplicht om een bepaald bedrag, en dat is in dit geval 1500 euro, te moeten opbrengen voor Kika. Ja, daar kan iedereen natuurlijk vrij in zijn in welke manier ze dat doen. Nou, ik heb gedaan met een soort oliebollenactieverkoop. Nou, in december ging dat prima, dus dat is goed geslaagd. En ook de emballagepalen van de Albert Heijn die mij daar de mogelijkheid bieden omdat ik daar gebruik van kan maken. En nou, dat was ook een succesvol iets. Dus je hebt heel wat geld in het laadje kunnen brengen voor Kika? Ja, ik heb bijna zelf 1500 was dan de min of meer verplichte bedrag. Maar ik heb bijna weten te verdubbelen. En wie weet komt er nog tot en met volgende week dinsdag daar nog iets bij. En dat zit ik op 3000 euro. En jullie gaan een heleboel, met een heleboel mensen schaatsen. Zijn daar limieten aan verbonden of hoe gaat dat? De limieten aan een aantal? Nou, of aan de afstanden en het aantal mensen? Nou, het aantal mensen is natuurlijk nog tot nu toe niet gelimiteerd. Omdat de eerste editie is, willen we liefst met zoveel mogelijk mensen er naartoe. Nou, er zijn in dit geval in de eerste editie dus 60 mensen, 60 deelnemers. Nou, daar zijn nog wat vrijwilligers bij, een stuk of 15. In totaal zitten we allemaal in een hotel aan de Waaijzerzee. Met 100 man, het hotel zit vol. Dus, maar er hadden meer hotels bijgeboekt kunnen worden. Maar wie weet voor de tweede editie. Jullie zijn in ieder geval heel enthousiast, als ik het zo begrijp. Ja, wij zijn super enthousiast. We zijn allemaal gek van schaatsen, zoals misschien heel veel Nederlanders eigenlijk wel zijn. Dus nou, dit was een hele mooie mogelijkheid om dan ook iets te combineren met goede doel. En nou, Kika is wat dat betreft, vind ik, een heel goed doel zelfs. En nou, ik hoop dat dat een groot succes gaat worden. We zitten nu op een 109.000 euro in totaal van de 60 deelnemers. Dus ons uiteindelijke doel is 120.000 euro. Nou, dat zou prachtig zijn als dat lukt. Oké, bedankt. Ja, oké, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Doei.